Daarnet kon ik deze microfoon gebruiken, nu niet meer. Oké dan. Nice. En dan nog een keer. Oh, hier zit het grendel. Ik kon hem al niet vinden. Wow. Waar zijn we? Is dit een restaurant of zo? Are you there? According to my map, this is the luxurious part of the voor de rijke mensen. But I can't see anything. Most of the cameras have been disabled. I'd love to see how the German elite sleep. Wow. Dit ziet er gaaf uit. Dit ziet er gaaf uit. Dan moet je nagaan, hè, dat ze vroeger ook gewoon ruimtes hadden voor de elite mensen en zo. Ik bedoel, dat hebben ze in Nederland ook nog steeds voor eerste klas, tweede klas, bijvoorbeeld in de trein. Maar toch, als je dat ook bedoelt, is toch anders. Foto. Oh, waarom heb ik een glas drinken vast? En wat gaan we hier pakken? Een doekje? Oh nee, we moeten iets. We gaan toch niet iets in de fik steken? I'm here. Okay. I think there's a working camera in here. It's so dirty I can barely see it. Oh, misschien gaan we die camera schoonmaken. Really? That would be great. By the way, you never told me your name. It's Simon. Nice to meet you, Simon. Simon? Ik zeg steeds Simon. There's a bottle of some kind of chemical here. What kind of chemical? I don't know, I don't speak German. We konden het niet eens zien wat erop stond. What? Jammer. What does it say on the label? Ik denk deze. It's flammable. It could be a solvent, which is great. You could use it to clean the camera. Oké, maar waar is de camera? Please don't touch it with your hands. Find something to pour it on. Oké, maar die heb ik. Ik was te snel dus. Great. Walk up to the camera, put the solvent on the piece of cloth that you found and clean the lens. I can't wait to see this place. Waar is de camera dan? It was full of life once. I know it's just you there now, but I'm not complaining. Oké, wie gaat mij vertellen waar de camera is? Ik denk boven. Oh, zie je wel? Het is letterlijk boven. Dat was dichterbij dan ik dacht. It works. Wow. What big eyes you have. What big eyes you have. Nice. Now you should say. Do you know that story? Ja, tuurlijk kennen we dat verhaal. Is er een kapje? They promised not to eat you if that makes you feel better. Wow, this place is a mess. Wait, what's that at the end of the balcony? Who'd have thought that Poles wouldn't keep things as tidy as Germans? Waar heeft het over? Ga toch niet door de grond heen zakken zo, hè? Oh, ze heeft gelijk ook. Er staat hier iets. Oh my god, hebben we een dooie? We hebben een dooie. That was horrific. I don't even know what to say. No. Okay, en toen? Wat was de volgende stap die we moeten doen? Wow. Dit zijn kledingkasten. Nee, geen kledingkasten, maar... geen kledingkasten, maar... uniformen. Oké. Ik heb zelf niet zo heel veel zin om die brieven te lezen.
Ik wil vooral het spel uitspelen. Waar komen die stemmen vandaan? Dat is akelig. Die deur kan overduidelijk niet open. Maar er zit hier wel iets binnen wat we kunnen lezen. Dus hoe kom ik daar? Speedrun. Nou, dat dus. Oké, ik heb een ruimte overgeslagen dus. Lekker dan. Kijk, want ik kan niet hier nog doorheen. Terwijl het wel hier achter zit. Dan, het is allemaal zo fel. Dat is felle LED. LED-lampen zijn wel heel leuk. Oh my god. Dit had ik niet in de gaten. Dit is nice. Zijn in de back office, baby. Oh, waar gaan we nou weer naartoe? Ik weet echt niet of ik goed bezig ben of wat dan ook. Dit spel heeft hints nodig. Ik heb hints nodig. Hier zit een wapen in, denk ik. Of niet? Oh, we gaan klimmen. Dat is wel leuk. Ik wil weten waar die mensenstemmen vandaan komen. Kijk, daar wil ik heen. Niet. Oh my god, geheime ruimte. Mm-hmm. Op welke kleur heb je de LED staan, Stefan? Dus alleen LED, geen RGB. Oh, dat is wel weer jammer. Kan die hier ook naar beneden? Ja. Nu ben ik in die ene winkel waar ik wilde zijn. Dat is wel mooi. Hoe laat ben ik begonnen met dit spelen? Rond 6:30? Half kort voor 7. Oh my god, hoe ver moeten we wel niet naar beneden klimmen? Om hier te komen. Straks kan ik hier niet meer terug omhoog. Nee, daar was ik al bang voor. Chips, daar kan ik niet meer terug. Oh my god, sommige mensen zouden zich helemaal rotschrikken van dit ding. Maar dit is waar ik naar binnen kon kijken, waar het wilde zijn. Dus deze gaan we wel even lezen. No devotional or ritualistic objects are permitted. You can anonymously... Zo, mijn uitspraak van het Engels en Nederlands is vandaag niet best. You can anonymously surrender any objects in this room. If you are found with any of your possession, you'll be charged with treason. Oké, Dominica. Jij bent badass. Stel je voor dat er nou hier ineens iemand achter was, hè? Dan zou ik me helemaal opschrikken. Waarom gaat de telefoon af? Wie belt mij? Oh, het is zij maar. Oh, ik wil veel snoepjes uit mijn zak. Did you say your name was Eva? Yes, that's right. Kijken. Het lijkt wel alsof we die kant op moeten, want het lijkt veel lichter ineens. Maar mijn mail gaat om 5 uur uit. Ja, ik doe zelden eigenlijk maar 's avonds een mail sturen, want ik vind het zelf ook niet echt fijn. Maar stel dat het een mail is waarvan je denkt, hey. Ach, wat een hoopje dat ik hier doorkom, maar nee. Maar ik wil hem eigenlijk zeg maar uitspelen, dit level. Als in, zodat ik bij het volgende level kom. Zodat ik bij de volgende respawn dit niet allemaal opnieuw moet doen. Omdat ik bang ben dat hij hem dan weer eruit knalt qua respawn. Oh, nou kan deze deur open. Nice! De brug! Oh my god, dit is wel leuk dat we weer een stuk verder zijn. Wat is dit? Oh, dat is wat we daarnet zagen. Ik snap hem. Saving, nice. Dat is wat we willen. Kijk dan, we zitten echt gewoon diep onder de grond.
Oh my god, dit is reet spannend. Straks gaat hij... Nou, het zal vast geen spel zijn waarin hij doodgaat, maar je snapt wat ik bedoel. Ik... Oh, I love it. Maar nu moet hij... Klimmen? Of springen? Oh, en nou moet hij klimmen. Is dit dus het stuk van de brug dat ze hebben opgeblazen? Blijkbaar. Oh my god. Dat is eigenlijk wel creepy. Waarom klinkt het alsof er hier nog mensen leven? En ik kan het zo slecht zien. Oh, moet er ergens overheen. Daarom kan ik het niet zien. Ah, oh, flip. Hebben we dat pasje nog steeds eigenlijk? Want daar was een deur met een rode knop. Nee. Ja. Oh, dat is geen deur. Dat zijn lampen. Waarom klinkt het alsof er mensen zijn? I don't like it. Oké, hier is niks. Ik kan gewoon rechtstreeks naar beneden. Ik ga ook echt... Ik ging net bijna fluisteren. Ik zit letterlijk een game te spelen en ik ben aan het fluisteren. Hopelijk ga ik de goede kant op. Oh! Nou was die open. Waar ben ik nou weer? Hoe lang duurt dit nog? Ik weet dat er nog veel meer leukere levels aankomen, maar... Oh, heb ik nu serieus de deuren die gedaan? Wat een vaag spelletje. Can you see this? Now, where are you? It looks like a food processing factory. I can't. Eva? Eva? Oké dan. Oh, ik dacht dat ik naar beneden kom. Eeuw, is dat een skelet? Wil ik wel weten wat voor creepy zooi hier allemaal is? Nee. Is hij nou dood? Oh my god, dat was nasty. Dat was nasty. Kijk dan, dat is nasty. Waar ben ik? Oeh, een akelige geluid ook hier. Ja, echt wel. I need to tell you something. You saved my life. And not just now. When my mom passed away, ooh. I didn't think I could carry on alone. There was no one, nothing left for me to live for. Oh my god, dat is echt spannend. Antwoorden. Eindelijk. Oeh, la la. Oeh, eindelijk. Oh, en toen ging de deur open. Ben er weer. Moest even uitgaan. Oh, Stefan. Nou, we hadden het echt een goor stukje hoor in de game.
Ik werd bijna eten voor dieren. Of zeg maar gehakt. Letterlijk gehakt. Oké, hier hebben we twee soorten gangen. Laten we eerst maar hierheen gaan. Oh, dat is letterlijk gewoon een gang. Twee gangen. Twee dezelfde gangen. Oké, dan. Kom allebei bij hetzelfde uit. Oké. Dat scheelt. Ik zag wel een. Nee, mooi. Ja, naar een mooie gehaktmolen glijden. Jetverderrie, dat was inderdaad een beetje jakkes. Dit stuk had ik zeg maar wel een keer gezien in een van de clipjes. Voordat ik zeg maar onderzoek ging doen naar deze game. Gaan we nou eindelijk naar level 4? Gaat hij open? Ja, toch wel. Wat voor een creepy gang is dit? Oh, toen werd het donker. Betekent dat we. Ja, we zijn met het volgende level! Eindelijk! Dat betekent dat ik kan stoppen. Voor vanavond dan, maar die snap ik bedoel.